Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. De satelliet ziet niet heel veel wolkenvelden boven Nederland. Wel boven het zuiden en midden, daar drijft af en toe wat rond. En de lage wolkenvelden in het noorden zijn nog niet zichtbaar, maar komen er wel bij. Tussen die wolkenvelden door is er ruimte voor de zon. Uiteindelijk over de dag gezien, vooral in het noorden, met in het zuiden meer wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperatuur vanmiddag 20 tot 22 graden. En dat is best oké, okay, zeker omdat er heel weinig wind staat ook vanavond weinig wind met opklaringen en wat wolkenvelden, geen neerslag en temperatuur daalt naar een graad of 17. Vannacht uiteraard wat lagere waarden. Morgen loopt het kwik wat verder op, dan wordt het uiteindelijk zo'n 21 tot 24 graden. Periode met zon, maar ook vrij veel wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog en nog altijd weinig wind. Wel een oostelijke richting. Er komt langzaam warmere lucht onze kant op. En voor woensdag betekent dat 24 tot lokaal 28 graden. Periode met zon, het blijft meestal droog. Donderdag is de kans op een bui wat groter, net als de vrijdag. En dan lijken de temperaturen weer wat in te leveren. Maar het kwik blijft boven de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.